mausoleum is gebouwd in 28 voor Christus aan de rand van het Marsveld aan de Tiber. Het was het grootste grafmonument in Rome tot dan toe. Het was in de opdracht van Augustus gebouwd. En het was ook het eerste bouwwerk dat op het Marsveld werd gezet, nog gevolgd door vele anderen. Het mausoleum bestaat uit een centrale grafkamer, omringd met verschillende gangen. De binnenbasis is gebouwd van tufsteen en de buitenbasis was omringd met de beste soort van witte blokken marmer. Het mausoleum was boven de basis gevormd als een heuvel en ten alle tijde beplant met groene bomen. Op de top van de heuvel stond een heel groot beeld in brons uitgekleed van Augustus zelf. Het idee van zo'n tumulus, of een grafheuvel, hebben ze waarschijnlijk van de Etrusken, want er stond van dat soort mausolea ook in het oosten. Voor de ingang van het mausoleum stonden eerst twee grote Egyptische obelisken, maar ze zijn daar verwijderd. De ene staat achter het Santa Maria Maggiore en de andere staat op het Quirinaal. Er liggen hier vele mensen begraven, waaronder keizers met hun verwanten. Hier liggen bijvoorbeeld Tiberius, Augustus en Claudius begraven. De laatste die hier ligt begraven was Nerva in 98 na Christus. Het mausoleum is, zoals we al eerder hebben gezegd, gebouwd in 28 voor Christus. Dit was een jaar voordat Augustus officieel keizer werd, maar wel al na de slag bij Actium. In feite was dus Augustus al een keizer. Het mausoleum is gebouwd voor Augustus en zijn familie. Vroeger was dit waarschijnlijk een prachtig aanzicht, maar tijd en omstandigheden hebben iets wat van de glorie ontdaan. Het is nu wat fragieler en daarom worden ook geen toeristen toegelaten. Maar alsnog is het heel indrukwekkend om er naar te kijken. Arapakis is een altaar dat is opgedragen aan de vrede. Dat is heel bijzonder, omdat eigenlijk alle altaren slechts voor goden zijn aangewezen. Dat is dan ook de reden dat vrede afgebeeld wordt als een godin. De Arapakis heet voluit de Arapakis Augustai, wat het altaar van de vrede van Augustus betekent. En het is opgedragen door de Senaat om de terugkeer van Augustus uit Spanje en Gallië te eren. Het was bedoeld voor burgerlijke religie en om de mensen eraan te hinderen en ode te laten brengen aan de Pax Augusta. Het altaar is heel gedetailleerd en uitgevoerd in het beste witte Carrara marmer. Het is versierd met vele figuren die allemaal vrede en voorspoed uitdrukken, maar ook de vroomheid van de machthebbers. En zijn daarom ook veel plaatjes van Augustus en zijn familie. In de binnenkant was het altaar, dat bescheiden versierd is met dieren en planten. De buitenkant heeft vele taferelen, waaronder taferelen met Augustus en halfgoden of goden zoals Pan, Lupercalia en Aeneas. Het Arapakis moet eigenlijk iedereen zien. Het is een heel indrukwekkend altaar en heel goed bewaard gebleven. Je kunt goed het vakmanschap zien waarmee gewerkt is. Bovendien is het de perfecte verwezenlijking van de Pax Augusta. En als je er dan bij staat, voel je hoe fijn die vrede toen was en hoe goed Augustus deze vrede heeft laten blijken in de vorm van een tempel. Het mausoleum moet in de reis opgenomen worden, omdat het een heel goed voorbeeld geeft van de kracht van bouwwerk. Augustus heeft heel veel spectaculaire gebouwen laten bouwen, die mensen een gevoel gaven van vrede en verbinding. Dan konden ze zeggen, kijk, we hebben dit en dat gebouwd en daarom zijn wij de beste. Als je daar dan naar kijkt, kun je meteen zien waarom gebouwen zo'n grote impact hadden op de mensen. Ook is het heel belangrijk omdat veel invloedrijke keizers en hun familieleden daar zijn begraven, waarover in de les werd gesproken. En dan is het toch wel heel bijzonder om te zien wat de laatste rustplek was. Beide zijn het bouwwerken van keizer Augustus. En zo kun je zien hoeveel Augustus heeft gedaan voor het Romeinse Rijk en waarom het volk zo blij met hem was. Deze bouwwerken zijn dus heel indrukwekkend en iedereen moet er zijn geweest, zowel in de Florence als in de Campanië-reis.